hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag. Het is vandaag echt zo'n benauwd weer. En mijn deo was echt precies vandaag op. Dat kon ik natuurlijk niet accepteren. Dus ik heb even snel met een kruidvat even mijn lievelingsdeo gehaald van Odorex. Deze helpt me echt de hete zomerdagen. Dus echt een aanrader. Geen promo, maar ik hou echt van Odorex. En er zit geen alcohol in. Dat heb ik even gehaald. En ik heb nu dus een afspraak met Dermacliniek voor laserontharing. En ik kijk er echt naar uit, jongens. Want ik ben echt lang niet geweest door corona. Maar ik wil het gewoon ook een keer afronden. Kijk, ik ben klaar met mijn benen. Ik ben klaar met mijn armen. Die ga ik vandaag voor de laatste keer doen. En mijn oksels ben ik al lang klaar mee. Maar dat ga ik ook vandaag voor de laatste keer meenemen. Ik ben nog niet klaar met mijn bikinilijn. Daar ben ik veel later mee begonnen. Maar ik kijk er gewoon echt naar uit om alles gewoon afgerond te hebben. Ik zeg jullie eerlijk. Ik hou echt niet van verplichte afspraken. Of beautyafspraken. Of wat dan ook. Ik heb het met laserontharing eigenlijk helemaal niet. Want het heeft me echt zo goed geholpen. Het heeft echt letterlijk mijn leven verbeterd. Ik hoef op vakantie ook nooit meer te scheren. Ik hoef echt één keer van tevoren te scheren. Dan kan ik gewoon de hele vakantie door. Dus het is echt gewoon iets wat ik iedereen aanraad. Als jij altijd naar mijn vlogs kijkt, ik ben nog steeds niet gestapt met laserontharing. Je wilt het wel heel erg graag. Doe het alsjeblieft. Ik garandeer je dat het echt helpt. Wel naar de juiste kliniek gaan en wel de juiste laser gebruiken, jongens. Ik raad jullie echt Dermacliniek aan. Of bij het ziekenhuis. Daar hebben ze ook dezelfde apparatuur. Zo, ik ben aangekomen. Ik ben gewoon een half uurtje te vroeg. Nou, 20 minuten om precies te zijn. Ja, goed. Eventjes wachten. Ik heb nog iets ontbeten. Ik heb echt trek. Echt, het weer is zo abnormaal. Ik vind het nu weer een beetje frisjes of zo. Ik ben klaar met de behandeling. En zoals je ziet heb ik even mijn gezicht weer even meegepakt. Want dat was ook wel nodig. Want ik zag weer een paar haartjes zo terugkomen. En mijn bovenlip heb ik ook even gedaan. Dus dat is wel fijn. Mijn bakkenbaarden heb ik gedaan. Dat is ook fijn. Daar was ik echt... Daar was ik eigenlijk al helemaal klaar mee, mijn bakkenbaarden. En heb ik echt een dikke jaar niet gedaan. Nu heb ik even weer een touch-up gedaan. Dus dat was wel fijn. En ik heb ook mijn lievelingsdagcreme van Dermacliniek gehaald. Van Image Skincare. Dat is deze met SPF 50. Deze vind ik echt zo chill. En als ik echt... als ik deze dagcreme dus niet meer heb. En ik ga over op iets anders. Of iets wat ik al thuis heb. Dan krijg ik gewoon gelijk puist op mijn hoofd. En onzuiverheden. Dus dit is echt gewoon wat ik nodig heb. Altijd. Zo, ik ben alweer thuis. Het is echt verschil tussen mijn gezicht en mijn lichaam. Echt dat ik behandeld ben. Ik ga even een trui aan van Nessie. Een trui van Nessie, echt zo chill. Ik denk dat ik vandaag gewoon gelijk aan de slag ga. Ik ga nu even zo richting Action om weer van die opbergdozen te halen. En dan ga ik daar mijn schoenen in doen. Het is natuurlijk wel mooier om je schoenen zo allemaal neer te leggen. Dat je ze allemaal kan zien. Maar met stofzuigen en zo vind ik het echt zo lastig. Moet je al je schoenen weghalen. Stofzuigen, bla bla. En het vangt ook heel veel stof op. Dus ik denk gewoon lekker in een doos. En dan kan ik elke dag gewoon heel snel en lang stofzuigen. Vind ik het belangrijkste. Nou, zoals je ziet ben ik bij de Action geweest. Ik heb dozen gehaald. En natuurlijk ook heel veel andere rotzooi. Ik heb nieuwe sokken. Heb ik nog meer gehaald. Ik heb lavasserie gehaald bij de Action. Zo random. Nou guys, ik ga even alles meenemen in deze boodschappenkar naar boven. Ze zijn best wel zwaar, zo niet verwachten. Er zit ook nog een pan in, dus ik vind het prima zo. Zo, ik ga even snel sperziebontjes koken. Die komen uit het diepvries. Ga ik zo lekker even voorbereiden in tomatensaus. Daar had ik heel veel zin in. En ondertussen ga ik even mijn schoenen aanpakken. Normaal gesproken staan ze wel wat netter hoor. Ik heb de schoenen meestal hieronder allemaal. Maar ze gaan even allemaal hierin. En mijn dagelijkse schoenen, ik denk dat ik even twee paar waaronder deze even wel hieronder laat. Maar de rest gaat hier echt allemaal in. Want ik draag ze gewoon niet allemaal. Dat lijkt me logisch. En zo kan ik ook lekker makkelijk stofzuigen elke dag. Bondjes zijn klaar. En ik heb even een pauze van schoonmaken. Dus ik kijk nu even weer naar Teamman. Ik heb mijn make-up even gepakt toen ik Teamman aan het kijken was. En toen heb ik even mezelf opgemaakt. Ik moet zo even mijn haren nog doen. En dan moet ik even een campagne shooten. Ik ben echt blij dat ik het iets drukker ga krijgen. Want ik merk dat de samenwerkingen allemaal weer een beetje aan het opstarten zijn. Mijn mailbox is alweer wat voller. Dus het is echt heel fijn. Want ik heb het eigenlijk heel erg rustig gehad tijdens de coronaperiode. Maar het begint langzamerhand een beetje de goede richting op te gaan. Daar ben ik heel blij mee. Dit is mijn toetje van de dag.
lekker kersen. Zo, ik ben even voor een heel simpele look gegaan. Ik hou hier echt van de laatste tijd. Gewoon een laag knotje en dan zo'n plukje van voor met deze oorbellen. Ik heb een blazertje om. Ik zie echt een beetje zakelijk uit, alsof ik op een sollicitatiegesprek ga, heb ik het gevoel. Maar ik ga even snel een campagne opnemen. Kijk wat deze meid weer heeft gekocht. Ik heb weer die vis gekocht van Iglo. En ik heb nu een andere variant. Ik heb namelijk de pikante versie. Heel erg benieuwd. Nou, ik vond die vorige met de zomerse fruit vond ik ook echt heel erg lekker. Die met broccoli vond Nessie niet zo. Oeh. Zo, dit is de before. Even een timer zetten. 40 minuten. Yes. Aangezien het nog even geduurd tot mijn eten klaar is, ga ik pakketjes met jullie unpacken. Ik heb namelijk, jullie gaan me echt uitlachen. Ik heb dus een legging besteld bij de H&M. Maar niet een normale legging. Ik heb een zwangerschapslegging besteld. En nee, ik ben niet zwanger. Ik weet dat jullie dan gelijk anders in de comments losgaan. Ik ben niet zwanger. Ik heb een zwangerschapslegging gekocht. Omdat ze dus dan lekker hoog zijn. En dan heb ik lekker een warme buik en rug. Dit is echt grappig. So cute. Ik krijg daar zetten trouwens heel veel opmerkingen. Dat mensen denken dat ik zwanger ben. Of dat mensen heel graag willen dat ik zwanger word. En dat soort dingen. Ja, dat vind ik stiekem wel leuk. Nee, niet dat, dat mensen zeg maar gokken dat ik zwanger ben. Dat vind ik niet zo leuk. Maar ik vind het wel heel erg leuk om te merken dat er echt gewoon mensen zijn die daar echt op wachten. Ja. I can't wait too. But I'm not pregnant. Maar ik heb echt heel leuke dingen besteld bij de Zara. Zoals dit topje. En kijk dan. Deze bodysuit is zo sexy. Ik weet niet wanneer ik deze in godsnaam ga dragen. Maar ik zat echt te denken aan zo'n gekke date night. Ja, het is echt een heel speciale date night moet het zijn. En dan gewoon lekker met jeans en hakken eronder. Love it. Ik heb zo'n mooie floral topje. Ik vind het echt heel erg mooi. Vooral met krullen als je het los doet en zo. Of zo gewoon vast aan deze oorbellen. I like it. Ik heb nog dit blauwe topje. Ik vond deze echt heel erg cute. Ik hou van deze kleur. Als jullie mij op Instagram volgen, zien jullie echt dat ik laatst helemaal into blauw ben. Ik vind blauw echt zo'n mooie kleur. Vooral deze kleur vind ik echt zo prachtig. Ik heb weer zo'n basic rokje gekocht. Ik heb ook deze rok besteld. Ik vond deze kleur heel erg mooi. Een beetje lege groen. Deze top met kanten details. I like it. Soms voor een elegante nacht. Dat je gewoon even niet weet wat je aan moet doen ofzo. Dat je denkt, ik doe gewoon een mooie zwarte kanten top aan. Altijd goed. En ik heb hem volgens mij, ja, precies hetzelfde heb ik ook besteld in het wit. Ook met kant. Ik weet niet wat ik dacht. Soms heb ik echt een bepaalde mood als ik aan het bestellen ben. Maar weer een kant en top. Dit was gewoon echt een mood. Ik weet wel wat ik in mijn hoofd had. Ik was echt op die nette vibe, zeg maar. Nou, nog een kant en topje wit. Ook, ik vind deze trouwens heel erg mooi. Ja, ik vind deze echt heel erg mooi. Ik zie het al helemaal voor me. Ja, dat was het een beetje. Mijn mini-unboxing. Mijn eten is klaar. Het is echt zo makkelijk. Oké, ik ga deze even beoordelen voor jullie. Want ik heb natuurlijk die andere gehad, maar nog niet deze. Even kijken welke lekker er is. Oh, deze vind ik ook lekker. Oh, hij is ook echt pittig. Ja. Deze is ook echt goeie. Deze komt zo thuis en hij wil heel graag pasta. Dus ik heb voor hem een pasta met scampi's en tonijn gemaakt. Echt één van mijn favorieten. En ik heb het wel eens gehad bij Happy Italy. En toen vond ik het ook echt heel erg lekker. Dus ik heb hem een beetje nagemaakt. Het gaat Nes hem echt heel erg lekker vinden. Wat gaan we kijken, Nes? Ja, gewoon. Leuk dan. You don't mess with the Zohan. Nou, net is me weer een film uitgekozen, jongens. Wens me maar succes. Wat lach jij? Laat in de comments weten of jullie deze film kennen of niet. Oké, guys. Zoals verwacht vond ik die film echt
10 keer niks. Ik snap ook echt niet waarom je denkt dat ik het leuk vind. Dus we zijn geswitcht naar een ander soort film. Bloeddiamant. Zeg het dan. Blood Diamond. Zeg het dan. We gaan even een wat serieuzere film kijken. Maar ik heb wel meer zin in zo'n verhaal dan in die verrotte film van jou. Je kent me niet goed genoeg. We hebben ook een nieuwe regel, geen telefoons. Ja, oh ja. De telefoons zijn daar achter. De telefoons zijn daar. Echt heel chill. Gewoon even geen, even focus.